Hallo iedereen, wij zijn er Martin, nu live zijn op de Skip Facebookpagina. En wij komen vanavond dus een Q&A doen met de winnaar van onze zesde vijs, Maarten Schenk. We zijn heel blij dat Maarten hier ook aanwezig kon zijn en we hebben ook enkele mensen hier in de Zoom. Maar voor iedereen die live is aan het kijken op de Facebookpagina, stel gerust je vragen aan Maarten en dan komen die ook gewoon via ons binnen, zodat die zeker ook aan Maarten kunnen gesteld worden. Dus we gaan een uurtje of zo praten. Ik ga zelf eerst een paar vragen stellen, omdat ik gewoon ook heel nieuwsgierig ben naar Maarten. Ik ben heel blij om met Maarten te kunnen spreken. Ik zelf ben Nathalie van Raamdonk. Ik ben doctoraatsonderzoeker aan de VUB, waar ik onderzoek doe naar online radicalisering, desinformatie op sociale mediaplatformen. En in die context is het dus heel fijn om met Maarten Schenk vanavond te kunnen praten. Maarten is ja, we zijn gewoon heel blij dat Maarten de zesde vijs heeft gewonnen en heel erg verdiend. Want Maarten is de ontwerper van een systeem dat Trendalyzer heet. Ik zal Maarten het zelf een beetje uit laten leggen, maar het is met Trendalyzer dat eigenlijk hij de organisatie Lead Stories heeft opgericht, die nu een van de grootste fact-checking organisaties is. En ook met sociale mediaplatformen zo snel mogelijk bepaalde fake news en desinformatie zo snel mogelijk kan factchecken. Maarten, welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ben je blij met je prijs? Ja, ik vind hem heel mooi, dankjewel. Laten we zien. Zal hem nog eens goed in beeld brengen, hè? Voilà, mooi abstract glas concept. Wat dacht jij dat erachter zat? Een long, had je gezegd? Ik zag er een beetje een COVID-long in en een netwerk, zo internet, computers. Maar dat is interpretatie. Kunst valt niet te factchecken. Dat is goed. Ik denk dat dat ook een belangrijke quote is om mee te nemen vanavond. Kunst valt niet te factchecken. Maarten, hoe komt het dat jij zo deep into factchecking bent geraakt? Ik ben er eigenlijk toevallig ingerold. Dus ik heb puur als hobbyproject een aantal jaar geleden die Trendalyzer software ontwikkeld. En die software die verzamelt eigenlijk een hele hoop links van op het internet en gaat dan kijken welke van die links het meeste likes per uur aan het bijkrijgen zijn op Facebook. Door verschillende keren te vragen aan Facebook hoeveel links heeft dat en nu en nu en nu. En dan te gaan meten van ja, dit is het snelst aan het stijgen, dus dat zal wel het interessantste zijn. En de bedoeling van Trendalyzer was eigenlijk om ja, sneller te vinden wat is er hot op dit moment, want dat is ongetwijfeld interessant. En dan heb ik een website gemaakt, trendalyzer.com, die dan automatisch die links publiceerde. Dus dan nam elke 10 minuten de top 30 van de meest virale links. En als er een nieuwe link tussen zat die er 10 minuten geleden nog niet bij zat, dan werd die automatisch bij op die site gezet met een titel en de korte samenvatting en het fotootje. En dat werkte eigenlijk heel goed, dat was allemaal leuk. Dan zijn er een heleboel dingen gebeurd. Nog voor een Amerikaans bedrijf ermee gewerkt, nog met een Belgische uitgever. En gaandeweg is dan de vraag gekomen van kunnen we daar een dashboard van maken dat we meer kunnen zien en dat we ook kunnen filteren en sorteren en dat we ons eigen bronnen kunnen toevoegen van wat is er viraal aan het gaan binnen deze groep sites of wat is er rond dit sleutelwoord op dit moment het meest virale bericht. En dat is dan de volledige Trendalyzer-applicatie geworden. En dan ben ik in contact gekomen, dus ik wou Trendalyzers eigenlijk verkopen als dienst aan allerlei redacties. Dus ik ben toen onder andere bij een aantal kranten en zo geweest, hier in België en ne in Nederland ook. Om ja, sneller op de bal te kunnen spelen. Want meestal in mijn ervaring, als ik toen, ik spreek dan van een jaar of 5, 6 geleden. Als er dan in een Vlaamse krant ergens een bericht stond van dit leuke filmpje zet het internet op stelten, dan is dat zoiets van, ah ja, dat heb ik 3 dagen geleden al gezien, waar komen die nog mee af? Dus met Trendalyzer konden ze dat eigenlijk veel sneller zien gebeuren. En ja, dat hoopte ik dus aan de man te brengen als systeem. En toen kreeg ik dus een telefoontje uit Amerika, eigenlijk een Skype-call, van Alan Duke, een oud CNN-reporter. En die was eigenlijk aan het zoeken, samen met zijn zakenpartner, een advocaat uit Colorado Springs,
Die wou een website oprichten. Die ging schrijven over wat is er viraal aan het gaan en waarom. En is de media daar goed over aan het berichten? En wie zit erachter en klopt dat allemaal wel? En die hadden dan van Trendalizer gehoord. En die vroegen, wilde jij eens naar Colorado Springs komen om naar een voorstel te luisteren? En als het u niet aanstaat, dan ga je gewoon terug naar huis. Maar wij betalen. Ik zeg, oké, dat is goed. Het slechtste dat er kan gebeuren is een gratis tripje naar Colorado Springs. Dus ik ben op het vliegtuig gesprongen. We hebben daar uren zitten praten. En uiteindelijk hebben we toen een bedrijf gestart, Lead Stories LLC, met ons drie. En de bedoeling was, we maken een nieuwswebsite over wat is er viraal aan het gaan. En ja, wie schrijft erover, waar komt het uit, wat is de achtergrond. Dat was een totale flop. Want wie komt er naar een kleine onbekende website om nog eens te lezen wat er al op BuzzFeed staat op de New York Times? Of iets wat ze al in hun Facebook-timeline hebben zien voorbij komen? Bijna niemand. De enige artikelen die echt werkten, dat was als wij zagen dat er iets viraal aan het gaan was en wij waren de eerste voor te zeggen, nee, dit klopt niet, het is niet waar. Die of die beroemdheid is dood. Nee, klopt niet. We hebben de manager gebeld, die leest nog gewoon. Want dan kregen we plots bezoekers van mensen die googelden, is het waar dat die of die dood is? En dan stonden wij tussen de resultaten als factcheck, nee, die of die is niet dood. En toen op dat moment hebben we beslist van, we gooien het roer om, we gaan alleen nog ons focussen op dat soort verhalen en we gaan daarover schrijven, omdat we die zo snel kunnen opsporen. En dat was net toen de presidentsverkiezingen van 2016 op gang aan het trekken waren tussen Hillary Clinton en Donald Trump en zelfs de voorverkiezingen nog. Toen er heel veel van die Macedonische nepnieuwsites en tieners uit de Balkan die verzonnen berichten over Hillary Clinton gearresteerd of Trump slaat persoonlijk pedofiel in elkaar of dat soort dingen. Gewoon hoe meer belachelijk, hoe beter. En die artikels gingen mega viraal. Dus wij zijn toen echt begonnen met, we gaan die sites specifiek in het oog houden die dat soort onzin publiceren. En zo snel die iets hebben dat viraal begint te gaan, dan kunnen wij daar direct op springen en ons artikel schrijven van, nee, hier klopt niks van, we hebben het gecheckt. En dat werkte en we zagen tot onze verbazing dat we soms 2 tot 3 dagen sneller waren dan de bestaande factcheckers op dat moment. Dus Snopes, PolitiFact, die mannen. Dus dat we echt zagen aan onze bezoekersaantallen, van wij hebben ons artikel geschreven van dit viraal ding is niet waar. Wij halen daar 2, 3 dagen enorm veel bezoekersaantallen mee van mensen die via Google naar onze site kwamen. En dan plotseling viel dat terug naar niks. En meestal kwam dat dan uit, ja, nu heeft Snopes daar zijn artikel over gepubliceerd en die staan gewoon altijd op de eerste plaats in Google als het op een factcheck terecht aankomt. En wij zijn een nieuwe site, dus wij staan dan tweede of derde. Dus daar wordt niet meer op geklikt. Dus dat was wel frustrerend, maar uiteindelijk zijn we dan na een aantal jaar ook lid geworden van het International Fact-Checking Network, zo'n internationale vereniging van fact-checkers en fact-checking websites. En hoorden we over het partnership van Facebook met fact-checkers. En dan ben ik op iemand van Facebook afgestapt tijdens een van die conferenties van het IFCN en gezegd, ja, wij zijn Lead Stories en wij hebben Trendalizer en wij zouden... Oh yeah, I know Trendalizer, I hear it's great. Well, what? Facebook? Kent Trendalizer al? Ja, een van onze klanten was een fact-checking organisatie uit de Filipijnen. En die zaten al in dat partnership van Facebook en die waren aan het zeggen, ja, Trendalizer, als het niet in Trendalizer in de top 5 staat, dan beginnen we er zelfs niet aan. Dus Trendalizer is fantastisch en dit en geen. En dus dan hebben wij gevraagd, mogen wij ook bij dat partnership? En Facebook zei ja. En zo zijn we er eigenlijk ingerold. En sindsdien, dat hebben we ook gehoord, dat wij in vergelijking met veel andere factcheckers, dat we proberen om altijd veel sneller op de bal te springen. De anderen zijn nu ook wel aan het ons aan het bijhalen de afgelopen jaren, omdat het met sociale media, dat gaat zo snel.
En wij maakten er altijd grapjes over vroeger. Van, ja, een bosbrand, als dat nog maar een lucifer is, dan kun je er een glas water over gooien en dan is het gestopt. Als dat een paar meter, een paar vierkante meter vlammen zijn, dan kun je misschien met een emmer of een tuinslang nog iets doen. Maar als je een paar dagen wacht, dan heb je, of een paar uur wacht, dan heb je minstens een blusvliegtuig nodig om er nog iets van te doen. En het factcheckprogramma op Facebook, allee, ik spreek dan over een paar jaar geleden, dat is dat ze 5 dagen nadat het bos is afgebrand, dat er iemand voorbij rijdt voor een bordje te komen zetten, opgepast puur. Dus het moet sneller en sneller, want ja, die geruchten, als je die 3, 4, 5 dagen laat gaan, ja, goed 10 miljoen mensen hebben het gezien, het vals bericht, en dan kom je nog af mee, ja, eigenlijk was dat toch niet waar. Dat is te laat. Je zou eigenlijk al na een paar uur er moeten opspringen. En in niet alle gevallen, maar in veel gevallen lukt ons dat, om er al na een paar uur op te springen. En daar helpt dus Trendalizer heel veel mee. Ja, echt prachtig. Ik denk dat snelheidselement is waarschijnlijk hetgeen wat Trendalizer zo het innovatiefste maakt. Maar ik vroeg mij wel af, zeker in het voorbije jaar met de pandemie, is er zo'n golf aan desinformatie en geruchten enzovoort geweest? Heb je dat gemerkt dat je wel echt keuzes bent moeten gaan maken van, gaan we hier nu iets over zeggen? Hoe voel je aan wanneer iets echt wel viraal gaat? Of maak je echt gewoon alles wat dat, een bepaalde mate van viraliteit heeft, behandelen we? Waar zit de threshold voor jullie? Waar is dat kantelpunt? Ja, we hebben niet echt een numeriek kantelpunt van als het zoveel likes heeft, dan zijn we geïnteresseerd en anders niet. Wij kijken meer naar relatief. Van, is dit het? Zit dit bij de top 10 of de top 5 van dingen? En we kijken ook naar de schadelijkheid. Van, is de kans als mensen die het geloven dat ze dan domme dingen gaan doen of foute beslissingen gaan nemen over hun gezondheid of gewoon domme dingen doen. Allee, er zijn filmpjes die lijken op het eerste zicht grappig van je kunt een bal zilverpapier oprollen. Dat is een Japanse kunstvorm dat je die helemaal kunt polijsten en polieren en als je die dan in je microgolfoven legt, dan smelt dat bovenste laagje en dan wordt dat een perfect ronde spiegelbol. Dat is van, ja, dat is een leuk grapje voor iemand, maar dat kan wel iemand zijn huis mee in brand steken. Dus dat is letterlijk een van de dingen die we op Facebook gefactcheckt hebben. Dus naar die schade kijken we. We kijken niet alleen naar schade voor de persoon zelf die in het gelooft, maar ook naar reputatieschade dat kan aanrichten bij iemand. Ja, wij werken nu voor de Amerikaanse markt. Dus ja, Eurosong is niet echt ons ding, maar bijvoorbeeld de zanger van Italië heeft cocaïne gesnoven op het podium of in de green room. Ja, dat kan iemand zijn reputatie kraken of maken of breken, dus als het niet klopt. Dus zo'n dingen, dus de, ja, reputaties en ook dingen over bedrijven. We krijgen heel veel dingen binnen van fake product recalls in Amerika. Dus ja, dat merk hondenbrokken, daar zit vergif in. Of dat restaurant, daar lopen de ratten door de keuken. Die keten, die gebruiken kattenvlees in hun hamburgers. Als je dan kunt vinden, jammer wacht, dat vooral, ik kom oorspronkelijk van een satirische website. En daar stonden nog veel meer dingen in voor te lachen, maar iemand heeft een screenshot van die headline genomen en dat ziet eruit alsof dat van een echte nieuwssite komt. Ja, hier kunnen mensen hun job door verliezen omdat ze niet meer in dat restaurant gaan eten, dat er mensen ontslagen moeten worden. Dus die schade, dat zien we wel breder dan... Dus daar proberen we prioriteit aan te geven. En ja, de afgelopen maanden zijn er ook 2 onderwerpen die vooral in Amerika die voor ons het hardste gespeeld hebben. Dat is natuurlijk corona, alles wat daarmee te maken heeft, vaccins. En het andere is de verkiezingen in het algemeen. Er zijn heel veel geruchten over stemmachinefraude en bedrog en zo, die uiteindelijk totaal uit de lucht gegrepen zijn of gewoon opgestookte verdachtmakerijen zijn waar totaal geen bewijs voor is. Zelfs fake bewijsmateriaal.
indrukwekkende lijsten van hier zijn IP-adressen van Chinese computers die stemmachines hebben gehackt en het aantal stemmen dat ze gestolen hebben en zo. En dat is bewijs. Maar als je dan gaat kijken van, volgens die lijst is er in die county zijn er meer stemmen gestolen dan dat er zijn uitgebracht. Van, dit kan sowieso al niet kloppen. Plus die lijst, als je gaat uitzoeken van waar komt dat eigenlijk, dan komt dat van een bekende fantast die al verschillende keren voor de rechtbank is veroordeeld voor fraude en dat zelfs een eigen advocaat een proces tegen heeft aangespannen dat het een onverbeterlijke leugenaar is. Dus als je dat gaat gebruiken als dit is het onomstotelijke bewijs dat er met de verkiezingen is gefraudeerd, dan, dan maak je weinig kans in de rechtbank, denk ik. Nu, ik denk dat dat wel de tweede grootste sterkte is van lead stories. Niet alleen die snelheid, maar ook dat je echt een heel journalistiek team eigenlijk hebt. Want het is één ding om te zien van dit is waarschijnlijk wel fout, maar het is een ander om het ook effectief te kunnen rechtzetten. Hoe denk je dat dat eigenlijk een ander soort redactieteam samenstelt als dat je hoofddoel is om puur te factchecken en recht te zetten? Wat is er anders aan dat redactieteam? Ja, dat is inderdaad ook wel bijzonder aan lead stories. Al van het begin, want allee, in het allerprilste begin hadden we een paar man en dan schreven we gewoon over wat er viraal ging. Maar dan aan een tijd, de inkomsten vielen tegen, we moesten bezuinigen, dus dan bleven we nog met twee, Alan en ik. En dus de combinatie van een technologie-nerd en een oud CNN-journalist, dat werkte wel. Als er dus technische dingen aan een verhaal zitten van kijk, die site die hoort tot een netwerk en we kunnen dat zo zien door advertentiecodes te vergelijken en te gaan graven in IP-adressen en registratiegegevens. Dus die kant van het verhaal hadden we. En dan langs de andere kant, Alan, die wist zijn weg in Washington ook en voor woordvoerders te pakken te krijgen van het Sheriff's Department van weet ik veel waar of een woordvoerder van het Witte Huis of zo. Alleen die kende die mensen, dus die wist hoe dat hem daar binnen geraakte. Dus op die manier konden we de twee kanten van, het, van veel verhalen doen. En toen we dus eind 2019 van Facebook te horen kregen wat de prioriteiten en de budgetten voor 2020 gingen zijn, dan hebben we meer mensen aangenomen uiteraard. Ondertussen zitten we al met 35. Waarvan ongeveer de helft werkt aan de website Lead Stories en de andere helft zit als project met TikTok te doen. Maar dus, we hebben echt zowel echt journalisten met veel ervaring, senior journalists, alleen mensen die correspondent zijn geweest in het Witte Huis en zo, en ook mensen die fantastisch goed zijn in internet forensics, om het zo maar te zeggen. Dus je geeft die een foto en die komen terug met die foto is genomen op 8 augustus 1993. Van het Deenhoek en met Google Street View en de stand van de zon kun je bepalen dat dat om zo laat was. En hier zijn nog 5 foto's van dezelfde reeks die verschenen zijn op een obscure blog in 2001 en bla 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 bla. Dus, en die twee dingen samen, dat werkt. Want dat is ook een van de dingen waar Lead Stories het verschil mee maakte bij Facebook in vergelijking met andere factcheckers. Toch zeker toen op het moment dat wij bij het partnership toetraden. Een politiefact of een factcheck.org, die zijn vaak puur journalistiek en die zijn gericht op, ja, politicus X zegt in het debat, ja, dat cijfer is 5%. En wij hebben het nagekeken en het is eigenlijk 3,5. En ja, oké, goed. En dan is het werk gedaan. Maar voor ons begint het werk dan net. Wij willen dan gaan zoeken welke sites verspreiden hier allemaal het gerucht dat het 5% is. En wie zit er achter die sites? En welke andere sites runnen die mensen nog? En kunnen we die sites dan in de gaten houden met trendalizers? Want wij willen weten, wat is het volgende bericht dat daar viraal gaat? En klopt dat dan ook niet? Of is dat gewoon een misser, die 5%? Is dat gewoon een foutje? Oeps, en hebben ze het rechtgezet? Ah ja, oké, dan zijn het legitieme journalisten die zich ook wel eens kunnen vergissen. Of zijn het mensen die gewoon dingen uit in hun duim zuigen of wat in een kraan past publiceren en de rest niet. En vage geruchten publiceren als breaking news. En
daar zijn wij dan wel heel sterk in, dat we ook zo van die Macedonische netwerken kunnen blootleggen, of zelfs ja, een Ghanese volkszanger die achter een netwerk bleek te zitten van tientallen websites die nepdoodsberichten over ja, tientallen bekendheden over heel de wereld had zitten verspreiden. En daarmee wegkwam, hè. Dus miljoenen likes. En ja, wij hebben de puzzelstukjes aan elkaar gelegd en kunnen blootleggen van die sites, dat hoort er ook allemaal bij. En ja, toen is dat netwerk plotseling van het internet verdwenen. Maar, en dat is iets wat een factcheck.org gewoon niet doet. Die zien, ah nee, die celebrity, nee, die leeft eigenlijk nog, punt, klaar. Ja. En je bent niet alleen factchecker. Ik vond het zalig dat je ooit jezelf hebt omschreven als zo dat je in de Matrix zit en dat je eigenlijk dankzij Trendalizer alles in de oog kunt houden. Ik vraag mij wel soms af van, zijn er zaken dat je voelt van dat je mist? Maar ik wil eerst naar een vraag gaan van Marleen Finoos, want ik vind het wel een heel belangrijke, omdat er is heel lang eigenlijk gezegd van, je mag niet te veel fake news eigenlijk onder de aandacht brengen, want zo verspreid je het verder. En ik denk dat dat voor, zeker voor ja, de gevestigde media die een heel groot bereik heeft, echt nog wel van toepassing is, omdat die ja, die amplificatie eigenlijk toepassen. Maar hoe sta jij daar tegenover, het feit dat je eigenlijk fake news zo onder de aandacht brengt? Ja, dat is... meestal is het fake news waar wij over schrijven, is al onder de aandacht. Allee, dat is het... Het gaat viraal en daarom doen wij iets. Dus, als het maar 2 likes heeft, dan laten we het liggen, maar hey, dit is 1000 likes per uur aan het doen. De mensen zien dit. Hier moeten we nu iets aan doen. Dus dat is een eerste ding. Het tweede ding is dat we onze factchecks ook altijd zo formuleren dat de waarheid in de headline staat, in de titel onmiddellijk. Dus dat is iets waar ik mezelf soms blauw aan erger bij sommige andere factcheckers, Snopes. Dat dus die een headline en vraag is. Is het waar dat bla 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 bla? En dan, ja, dan mensen die alleen die headline zien, want 90% van de mensen die een headline zien op Facebook, die klikken niet door of op Twitter, die zien gewoon die headline. En dan alles wat die gehoord hebben, is, ah ja, is er iets over de... Ik weet niet, misschien, ja, nee, Snopes schreef er toch over, dus ja, misschien dat er wel iets van aan is. Terwijl onze headline altijd zal zijn, factcheck, bla bla bla, did not, bla 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 bla. Wij zeggen direct, nee, het is niet gebeurd. Wij stellen die vraag wel in onze eerste zin. Dat is dan een beetje voor Google te willen te zijn. En als mensen dan intikken, is het waar dat, bla bla bla. Dat is de eerste zin van ons artikel dan wel. Maar het antwoord staat al in de titel, no, it did not. En de tweede zin van ons artikel is dan altijd, no, that's not true. Dus wij doen echt keihard ons best om die onzin, ja, wij noemen dat een truth sandwich. Dat is zo'n ding in de fact-checking wereld. Als je dan toch de leugen moet bespreken, leg ze dan tussen 2 laagjes waarheid. Dus, wat we dan ook nog doen, is de afbeelding die bij onze artikels hoort, die dat dan ook op sociale media te zien is. Dat is altijd een screenshot van het valse artikel of het valse filmpje of weet ik veel. Maar er zit een grote sticker over met 1 woord of 2 woorden. Allee, 14 karakters maximum, dus soms krijgen we er zelfs 3 woorden in gepropt. En daar vragen wij aan onze schrijvers om in 1 woord te zeggen waarom dat het niet waar is. Dus niet fake of hoax, dat deden we vroeger, maar eigenlijk is dat dubbelop, omdat dat al in onze titel staat, van dat het niet waar is. Dus we proberen op die beperkte ruimte zoveel mogelijk informatie te geven van old video of een jaartal van dit is het 1998 of bad math, dus dat slecht is uitgerekend. Of, dus we proberen dat altijd... Dus zelfs als mensen niet doorklikken naar onze factcheck en hem niet komen lezen, dat ze toch niet de leugen gezien hebben of de suggestie van de leugen of een vraag. Is het misschien toch waar? En dus dat is wat wij... En voor de rest, mensen komen niet naar een factchecking website om factchecks te lezen voor hun plezier. De meeste mensen die op een factchecking website komen, die... komen er eigenlijk tegen hun zin.
Ofwel omdat ze in een discussie op Facebook of op Twitter, dat is niet waar, ja nee, dat is wel waar, nee, dat is niet waar, kijk, hier is een link, hè, leugenaar. Of ze hebben op Facebook ergens dat er een vlag op staat van Facebook, zo'n overlay, zo'n boodschap, independent fact checkers have found that this is false information, click here to see why. Dus de mensen die op onze site komen, die komen niet speciaal van en nu ga ik eens, er is, mij er eens voor zetten en eens lezen wat er allemaal bezig is. Dus daar hebben we relatief weinig schrik voor. Dus de mensen die daar bij ons komen, die hebben het nodig dat er een correctie komt, want ze hebben de valse informatie al gezien. En ja, door de manier waarop dat we ons dingen formuleren, proberen we ook om het nepnieuws niet verder te verspreiden. Zijn er mensen dat je... Denk je dat er ook mensen die dat in zo'n vals nieuws geloven, dat op die artikels, die factchecks dan landen? En zijn er manieren... is er advies dat je hebt voor toch dat soort mensen eigenlijk ook wel te overtuigen? En het niet alleen te gebruiken voor de mensen die de factcheck gaan gebruiken in een discussie, maar ook gewoon voor mensen die echt wel oprecht zich de vraag stellen van ik heb dat hier gehoord en dat lijkt mij wel te kloppen. Dus de oprechte mensen, die zijn nog een beetje te overtuigen met feiten. Dus als je daar echt droog en sec kunt uitleggen van kijk, hier zijn de documenten, hier is de video, hier zijn de screenshots. Die kunnen nog wel overtuigen van, ah ja, dat is gewoon een gerucht of dat is een site die dan een agenda heeft en die dat de waarheid een beetje probeert te verdraaien of zo. Maar mensen die echt helemaal down the rabbit hole zijn, die helemaal overtuigd zijn van de complottheorie, ik ben daar heel pessimistisch over, die vallen niet te overtuigen met een simpele factcheck. Want het feit dat ze ons willen overtuigen van het tegendeel, dat wil toch zeker zeggen dat het waar is, zeker? Wat proberen ze hier te verbergen? Dus echt zich in pretzels springen. Wij moeten ook duidelijk mee deel zijn van de samenzwering. Dat kan niet anders. Dus dat is net het kenmerk van een samenzwering of iemand die in een samenzwering gelooft. Alle feiten die in de wereld te zien zijn, die kunnen uiteindelijk verklaard worden door de samenzwering. Dus zelfs als er iemand zegt dat het niet waar is, ja, dan is die er duidelijk deel van. Hè. Er kan geen andere verklaring zijn. Het kan niet zijn dat het vooral gewoon niet klopt. Nee. Het is allemaal vervalst en allemaal gefinancierd. En ze willen niet dat je dat weet. En dus dat is, daar ben ik pessimistisch over, om die mensen te overtuigen. Dat duurt heel lang om mensen daaruit te halen. Dat doet er niet mee een simpel fact-check. Dat is een proces van lange adem. Waar we wel optimistisch over zijn, is dat we zo wat tegengas kunnen geven aan de middengroep. Dus de mensen die die theorieën en die verhaaltjes en die memes tegenkomen op sociale media. Dat werkt een beetje zoals een sluipend gif of zoals... een beetje zal u niet kwaad doen, maar als het zich opbouwt, koolstofmonoxide een klein beetje inademen, oké, kan geen kwaad. Maar als uw badkamer vol hangt en je begint licht in uw hoofd te worden en uiteindelijk wordt dat fataal. Allee, dus wij proberen zo'n beetje de CO2-melder te zijn. Dat wij af en toe eens zeggen, klopt niet. Ga dus naar buiten en snuif eens wat frisse lucht op. En zo proberen we dus ja, mensen toch wakker te houden en te waarschuwen. En dat is weer een bericht van mijn zotte onkel op Facebook. En natuurlijk heeft hij zijn bronnen weer niet gecheckt. En natuurlijk is die er weer met open ogen ingelopen. Dus zotte onkel. In de plaats van, tja, ja, er zou misschien toch iets van waar kunnen zijn. Daar ben ik wel optimistisch over dat we dat kunnen doen. En momenteel is eigenlijk, ja, de factcheck is een artikel, hè. En op Facebook is dat dan, ja, dat klein blokje eronder, vlak voordat je het gaat delen, of als iemand het gedeeld heeft. Maar is dat genoeg? Jullie zijn zelf wel heel erg cutting edge geweest. Wat denk je dat zo wat de volgende stap is? En ik zou ook wel daar willen ingaan op hoe dat jullie nu met TikTok zijn aan het factchecken. Marleen vroeg hier ook van, ja, hoe debunked je stories op TikTok? Is dat dan gewoon als labeltje? Zijn we eigenlijk wel innovatief genoeg in onze factchecks? Ja,
Persoonlijk vind ik die labels, die werken wel, want die laten mensen kennis maken met van hey, er is nog een andere kant aan dit verhaal, namelijk de kant met de feiten en de cijfers en het bewijsmateriaal. Hoe dat op dit moment op TikTok werkt, is wij geven TikTok eigenlijk vooral advies. Dus zij sturen ons video's en wij moeten er dan van zeggen van kijk, hier is wat wij erover gevonden hebben met bewijsmateriaal. En gebaseerd daarop onderneemt TikTok dan acties. Maar die zitten nog in de beginfase van hun project. Dus ik hoop dat ze op termijn ook gaan evolueren naar iets met labels of zo. Of doorverwijzen. Want ja, veel platformen die iets met fact-checking doen of iets proberen te doen aan fake news, die zeggen we gaan dat gewoon verwijderen. Maar dat is iets waar ik persoonlijk tegen ben. Ik vind dat niet zo'n goed idee, want dan krijg je dus die reactie van wat proberen ze te verbergen? En dus ook, ja, als zo'n film 5 miljoen views heeft gehad al, zo een of andere documentaire over antivax, waanzin, toestanden, en die wordt dan offline gehaald, ja, duh, dat er 20.000 kopies opduiken op allerlei andere sites. Daarmee haalt je dat niet weg of houd je dat niet tegen. En die mensen hebben nog altijd niet gezien van tja, maar die is eigenlijk een veterinair en die is eigenlijk geen echte dokter. En die is buitengesmeten aan de universiteit wegens fraude. En dat bewijsmateriaal waar dat deze zich op baseert, klopt langs geen kanten. En alles wat die horen is, deze dappere vrijheidsstrijders worden onderdrukt. En freedom of speech en bla bla bla. En ik vind, ja, het antwoord tegen bad speech is more good speech. Als wij er een labeltje kunnen aanhangen en denk van lees ook dit is. Je laat je gezondheidsbeslissingen toch niet nemen door een veterinair, je zet toch geen schaap. En ik denk dat dat persoonlijk beter is dan mensen voeden in hun waanbeelden van ze proberen hier alles te deleten en te verwijderen. Ja, ik denk dat is nog een heel andere discussie, maar ik denk dat ook wel gewoon het probleem is van hoe dat we geen discussies online eigenlijk meer kunnen hebben. Dat heel die platformen eigenlijk niet gemaakt zijn om dat soort gesprekken te hebben. Want alles wat dan controversieel is, gaat dan juist nog meer visibiliteit krijgen. Dus het is niet dat we zeggen van, ah ja, oké, dat is fout, dat is gefact-checkt, weg ermee. Dat gaat dan juist nog meer discussie eigenlijk gaan opwerpen en de vraag ook krijgen van, ja, wie zijn de fact-checkers om hier iets over te zeggen? Brecht vroeg dat hier ook van, ja, wie checkt de fact-checkers? Hoe reageert jij op dat soort verdachtmakingen, dat jij niet neutraal zou zijn als fact-checker? Ja, wij krijgen die vraag regelmatig in Amerika. Van, you never fact-check the other side, you're lefty, liberal, communist, fascist, bla 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 bla, of whatever het verwijt du jour is. We hebben dus expliciet, we hebben een tijd, als er dan zo weer een riep van jullie factchecken nooit democraten of jullie factchecken nooit republikeinen, dan hadden we een lijst van 20 factchecks van republikeinse dingen of democratische dingen hadden gecheckt. En we mailden die dan altijd terug als antwoord. Maar dat werd te veel werk om die lijst altijd up-to-date te houden, dus hebben we gewoon bovenaan onze site een red feed en een blue feed gemaakt van deze factchecks. Als je alleen maar dingen wilt zien over republikeinse thema's die niet waar blijken te zijn, of conservatieve of christelijke, blijf dan vooral op deze pagina. Als je ook de andere kant wilt zien, klik dan hier. Of als je alle factchecks wilt zien, klik dan hier. En dan hetzelfde met een blauwe feed. En nu verwijzen we de mensen altijd door, but you never fact-check the other side, sturen we die twee links, welke site bedoelde precies, want we weten niet helemaal wat je bedoelt. Het is natuurlijk wel een probleem voor fact-checkers, en zeker in Amerika, dat conservatief rechts gewoon meer likes en meer viraliteit haalt. Die pagina's zijn groter, die aanhang is groter. Dus procentueel, ja, van de dingen die viraal gaan, zullen er al meer rechtse dingen of republikeinse of Trump dingen bij zijn. Ja, en ons ding is, als het niet waar is en het gaat viraal, daar gaan we eerst voor. Dus ja, sorry jongens, jullie zijn gewoon viraler. Wat dat niet wil zeggen, we hebben ook al dingen gecheckt dat Joe Biden gezegd heeft, die bekende uitspraak dat Trump zou gezegd hebben van
in Charlottesville, there were good people on both sides, and the neo-Nazis were good people, of very fine people. Nee, dat is letterlijk niet wat hem gezegd heeft. Letterlijk gezegd, and I'm not talking about the neo-Nazis. Dus hij was wel bewust mist aan het spuien in dat interview, maar hij heeft letterlijk gezegd, en met fine people bedoel ik expliciet niet de neonazi's. En dat soort dingen, dat checken wij ook. Maar die gebeuren gewoon minder. En ja. Wij zijn dan altijd blij als er een democratische pagina in spiraal gaat met iets dat niet waar is. Want om je op de brandstapel te leggen bij mij. Ik denk ook nog om op Brecht zijn vraag te antwoorden van wie fact-checkers? Het beste antwoord dat ik ooit gehoord van Amra Dorsbajar, ja, jijzelf, de bronnen staan erbij, als je het niet gelooft. Ja, exact. Dus dat staat ook in onze How We Work pagina op Lead Stories van de bedoeling. En dat is ook het IFCN dat dat promoot. Het doel van elke factcheck moet zijn dat de lezer de factcheck kan herhalen. Dus dat alle bronnen erin staan, alle links, alle bewijsmateriaal en hoe dat je tot die conclusie is gekomen. Dat het er gewoon open en bloot bij staat en niet van sources say of we have inside secret intelligence of weet ik veel wat. Dus ja, als je wilt bewijzen dat het niet klopt, go ahead. Plus in het Facebook-systeem, weinig mensen weten dat ook, maar er zijn... twee manieren om de factcheck ongedaan gekregen te krijgen op uw post. De ene is een correctie publiceren. Het klopt niet. Factcheckers zijn bla bla bla. En dan wordt de factcheck opgegeven als je de factchecker contacteert. Je kunt ook proberen om de factchecker te overtuigen met bewijsmateriaal dat het niet klopt. Maar dan zult je heel sterk uit de hoek moeten komen met heel sterk bewijsmateriaal. Want factcheckers. Die doen hun job echt wel naar eer en geweten. Dus dan zul je toch met iets heel straf moeten komen. Maar het kan gebeuren. De andere manier is, als je een andere factchecker kunt overtuigen dat je ding wel waar is. Want factcheckers, die ratings... als verschillende factcheckers dezelfde post raten... Want je hebt verschillende gradaties in het systeem van Facebook. Gaande van true tot false... Maar daar zit ook nog partly false tussen en satire en missing context en zo. Dus het zijn allemaal gradaties van licht tot zwaar. En als je dus een andere factchecker kunt overtuigen en die doen een andere label erop, dan telt de minst zware. Dus als je echt vindt, nee, dit is waar, en je kunt politisch fact overtuigen van nee, ik heb gelijk, dit is waar, nou, dan wordt die factcheck van Lead Stories gewoon opgegeven. Want dat is een vraag die hier ook kwam. En dat ik mezelf ook afvroeg van, ja, hoe is die community eigenlijk? Want Daniel Lemaitre vroeg hier ook van, ja, werken jullie samen met gelijkaardige verenigingen? En hij nam ook Bellingcat had hij aan. Voor wie Bellingcat niet kent, is een gereputeerde open source intelligence organisatie. Wat is uw samenwerking met andere factcheckers? Ja, dat is heel veel via het IFCN. Daar zitten al die... De meeste factcheck-organisaties zijn erbij aangesloten. Die doen ook een assessment, dus om echt het label te mogen voeren van ondertekenaar van de Code of Principles van het IFCN. Moet je getest worden, dus die hebben een hele checklist en mensen die dat controleren, of dat je u eraan houdt. Onder andere transparant zijn over wie dat er eigenaar is, van een site of van een organisatie, waar de financiering vandaan komt, de methodologie, dat er een correction policy is en dat je u eraan houdt, dat soort zaken. Dat je u neutraal opstelt, dus geen geladen taalgebruik gebruiken, of partisan language, zoals ze het dan noemen. Dus je zult ons nooit vuil als sossen of zo, dan het Amerikaanse equivalent... of iets horen schrijven of zien schrijven. Dus dat zijn allemaal dingen waar dat op gelet wordt. En met IFCN, die organiseren jaarlijks een conferentie en ook wel dan op Zoom-calls en opleidingsmomenten en dingen. Dus je noemt daar Bellingcat bijvoorbeeld. We hebben opleiding gehad van mensen van Bellingcat bijvoorbeeld. Dus er worden trainings georganiseerd, discussies. Er is ook een Slack-channel, dus er worden ook wel initiatieven gecoördineerd.
met bijvoorbeeld de coronacrisis of met de Amerikaanse verkiezingen, dan waren er projecten om, om factchecks ook via WhatsApp te verspreiden, die via het IFCN werden georganiseerd. Dus daar is altijd wel wat samenwerking. Er is ook een beetje gezonde concurrentie van proberen om... wij willen eerst zijn met die factcheck, maar ja, er is ook de rem van, we willen ook wel juist zijn. Dus, maar er wordt toch wel ja, stevig wat, wat samengewerkt en ja, veel mensen, we kennen elkaar ook. En het is ook altijd leuk om te zien van, ja, wij hebben ons onderzoek onafhankelijk gedaan en we hebben gepubliceerd van, klopt niet, daarom en daarom en daarom, om dan te zien van, oké, die anderen hebben het ook gedaan en die, hebben, die zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Misschien via een andere weg, via ander bewijsmateriaal, maar dat helpt. En het, het komt heel weinig voor dat de factcheckers compleet verschillen van mening. Dat een ander zegt wit en een ander zegt zwart. Dat heb ik nog niet echt zien voorkomen. Wel dat de ene zegt grijs of donkergrijs en de andere zegt zwart of zo. Maar dat is, ja, dat is soms ja, afhankelijk van hoe sterk dat je het wilt verwoorden. Dus er is wel een beetje een peer review mechanisme eigenlijk. Ja, ja, ja. Nu, ik denk dat sommige mensen, dat er zo in dat zwart-wit nog altijd wel heel erg wordt gedacht van er is maar één waarheid. En ik denk dat dat, dat is misschien een beetje iets controversieel in een skepkring om te zeggen, maar er is altijd wel dat vooruitschrijdend inzicht en het feit dat we niet altijd alles kunnen weten. Hè. En als factchecker ben je wel net natuurlijk die organisatie dat daar heel erg staat als, nee, wij gaan wel met een zwart op ruit. Ja, maar daar zeggen wij soms ook, we hebben een policy. Als wij iets factchecken, de standaard manier is dat wij dezelfde headline gebruiken als het oorspronkelijke bericht, maar dan met not of didn't in, als het niet waar is. Trump heeft de een of die neergeschoten, factcheck, Trump did not shoot, bla bla bla. Dat is ook omdat het dan in de zoekresultaten, als mensen het ene artikel zoeken, dat ze dan het andere hopelijk ook zullen vinden. Maar daar heb ik een belangrijke uitzondering op geformuleerd, dat onze schrijvers rekening mee moeten houden. Van, soms weten we het gewoon niet en is het omgekeerde niet te bewijzen. Van, ja, er ligt er een met een kogel in zijn lijf op Fifth Avenue en we weten niet waar dat Trump was op dat uur. En, dus we kunnen niet weten dat het Trump niet was. We kunnen ook niet weten dat het hem wel was. Dus, maar om dan te schrijven, Trump didn't do it of Trump did do it, dat is alle twee verkeerd als factchecker. Als je alleen maar dingen wilt schrijven met 100% bewijs. Dus dan zullen wij schrijven, no evidence, Trump shot, bla 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 bla. Het feit van, er is geen bewijs voor, maar dat kan nog komen, dat is ook een geldige conclusie. We hebben dat in het begin van de coronacrisis gehad. Ik weet al niet meer met welk dat denk. Tafelgan of veel gebruikte pijnstiller. En de universiteiten in de Franstalige wereld zijn allemaal ja, zeker gebruiken. En die in de Duitsstalige wereld zijn zet je zot, dat maakt het alleen maar erger. Ja, als factchecker kun je dat niet zeggen. Je mag dat niet gebruiken of je moet dat gebruiken. We kunnen alleen zeggen, er is onzekerheid en die zeggen dat en die zeggen dat. Stand by for further information, het wordt nog onderzocht. En daar is dan ook het ding van, laat u dan niks wijsmaken door mensen die nu al beweren dat ze 100% zeker zijn dat het A of B is. Dus het feit van, we weten het nog niet, is ook een geldige conclusie. Zeker ten opzichte van mensen die met stelligheid beweren van het is 100% zeker zo en we hebben het bewijs. En, nee, je hebt dat bewijs toch niet. Dus ik zou toch maar even wachten om daar gevolg aan te geven of uw levensbeslissingen te nemen op basis van die informatie. Ik kreeg hier, het was ibuprofen. Ibuprofen. Pedro Petaro. Maar Leer had ook nog een hoop vragen, hoe dat je er dan eigenlijk mee omgaat. Ik zal Marleen even het woord geven. Ja, ik heb heel interessant, Maarten.
Ik ben ook bezig met fact-checken van gezondheidsnieuws en corona en vaccinatienieuws. Nu, ik vraag me soms af, wat zijn de drijfveren van mensen die echt echt onzin verspreiden? Welke baat hebben ze daarbij? Je hebt natuurlijk mensen die echt geloven in complottheorieën, maar je hebt er toch ook die onzin verspreiden. Waarom is daar een, zit daar een, kan daar een verdienmodel achter zitten of wat kan dat zijn? Ja, er zijn grosso modo twee of drie drijfveren. Ik geloof dat mensen fundamenteel van zichzelf vinden dat ze goed bezig zijn en het beste voor hebben met iedereen. Dus veel mensen verspreiden zo'n informatie omdat ze echt oprecht geloven dat ze daarmee helpen. Stel, er is een globale pandemie en er is een medicijn of er is een manier waarop dat je je buren en je vrienden en je familie kunt redden. Gewoon met zout water gorgelen en dat gaat weg en je gaat niet dood. Wat voor een verschrikkelijke mens moet het dan zijn om die informatie... Nee, ik kan dat voor mezelf houden. Dus dat is echt van, nee, ik wil mijn vrienden en mijn familie redden en beschermen en iedereen dat het wilt horen en... Als we dat vaccin nemen, iedereen gaat dood en ik wil niet dat iedereen doodgaat, dus ik ga dat hier verder verspreiden. Dat is dan, ja, en of dat dan nu informatie is die dat echt komt uit een bron die klopt, of dat iets is dat iemand verzonnen heeft, ja, maar mensen maken dat onderscheid niet, ze geloven het en ze sturen het verder. Dus dat is één drijfveer. Een andere is financieel gewin. Dus er zijn sites en mensen die echt op financieel gewin. Die weten dat spectaculaire claims trekken veel volk, trekken veel kliks. Er is een soort diepgeworteld wantrouwen. Als we daarop inspelen met geruchten en met wat mensen willen horen, dan komen ze naar mijn site en klikken ze op mijn advertenties. En ook van die pseudo-gezondheidssites die dan allerlei mineralen en supplementen en magnetische hangertjes en bitcoin, want binnenkort gaat de dollar niks meer waard zijn, of goud en zilver of survival pakketten of wat weet ik allemaal. Dus ja, die kunnen herkennen als ze iets proberen te verkopen, ja, die zitten erin for the money. Alhoewel dat er daar ook zijn die hun eigen onzin geloven, dus die zijn ook er rotsvast van overtuigd dat alle andere wetenschappers het fout hebben en zij hebben en of dat die in een complot zitten. En dan ja, vanuit de politiek gezien en ook mensen die om hun eigen kant er het beste laten uitkomen, verspreiden die alles wat hun kant er goed laat uitzien en alles wat de andere kant er slecht laat uitzien. En dan is het niet nodig om dat al te fel te controleren, want het drukt toch een bredere waarheid uit. Hè? Van het is toch in het algemeen zo dat deze migrant nu toevallig niet dit oud vrouwtje in elkaar geslagen heeft, maar dat dat eigenlijk een dronken Rus was in Siberië. Dat doet er niet toe, want we weten allemaal dat migranten oude vrouwtjes in elkaar slaan en dat er iets aan gedaan moet worden. Dus dan delen ze dat filmpje of verspreiden ze dat verder. En zelfs daar, dan. Er is volgens mij ook niet altijd zo'n evil genius die dan begint met: ik kan dat filmpje hier verspreiden met de verkeerde caption, ik kan dat expres doen. Dat is ook dikwijls een misverstand. Of iemand die zegt: hey, er is een filmpje van iemand die iemand in elkaar slaat. Ja, zoals de migranten altijd oude vrouwtjes in elkaar slagen, zie je wel. En in deze profiel staat dan Joske Peters uit Antwerpen. En dan wordt dat overgenomen door iemand anders. Kijk, een filmpje uit Antwerpen van een migrant die een oud vrouwtje in elkaar slaat. En dan hop, en de volgende zeg het door. En het is eigenlijk zoals het spelletje telefoontje. Dus de boodschap raakt altijd een beetje verder vervormd. En dan, ja, na de derde of de vierde transmissie is het... Ja, dit is zeker een filmpje op de Keizerlei gefilmd in de Meir in Antwerpen van die of die gebeurtenis. Zo gebeurt het heel vaak. En ja, de acht die dat filmpje krijgt, dat is meestal niet iemand die, oh ja, wacht, ik heb cursus gevolgd bij Bellingcat, ik ga geolocaten waar dat filmpje precies gebeurd is. Ik ga terugzoeken en dadadadada. Nee, die is godverdomme, die smerige hup, share. Ik En denk dat zo dat is het. snelheidselement is daar ook Is een dat snelle? heel. Ik zeg dat altijd. Hoe kunnen we fake news stoppen? Mensen leren om te googlen voordat ze op share duwen. Maar dat is volgens mij een utopie. Zo snel als mensen kwaad worden,
of verontwaardigd worden, dan wordt een helft van hun hersenen uitgeschakeld en dan is het direct van like, share. Ze moesten daar godverdomme iets aan doen. De lizard brain. Mag ik daar nog een vraagje aan toevoegen? Zet je dan de link in jouw factcheck, of in jullie factcheck, naar dat filmpje, dat onzin filmpje? Of doe je dat bewust niet? Wij doen dat wel. Dat is ook deel van die IFCN-code. We proberen altijd bronnen, alle links, alles wat we gebruiken, moet erin staan. Ik krijg het ervan als we een factcheck lezen van Associated Press, bijvoorbeeld. En die zetten er dat filmpje niet bij, of een link, die zetten dat er niet bij. Van, gaat dat nu over dit of niet? Allee, dat is... ik vind dat fout. Bij ons kunnen zien, ja, het gaat over dit filmpje, maar er staat wel heel de context rond en de uitleg. Als je ons artikel gelezen hebt en je gelooft nog altijd dat dat filmpje echt is, ja, sorry, you're beyond help. Maar niemand gaat onze factcheck verder te verspreiden van, ja, je moet alles wat er boven en eronder staat negeren, maar dat filmpje, dat moet... En gebruiken jullie dan zo een archive link of zo'n do not link, zodat zoekmachines dat dan niet oppikken? Wij gebruiken heel veel archive.org, ja. Wat is dat? Dat is een website, ja, sorry, zeg maar. Ja, nee, dat is een website waar ze dus snapshots nemen van hoe een website er op dat moment uitziet. Die hebben een gigantisch archief, dus je kunt daar van heel veel sites zien van hoe dat een artikel over de loop der tijd is geëvolueerd en zo. Maar dat staat dus wel ergens apart, zodat de oorspronkelijke site er ook geen geld niet meer verdient aan de advertenties en zo. Die worden eruit gestript. Maar dat is echt een non-profit in Amerika en ook gigantisch goed voor factcheckers. Want wij doen het dofies als we naar een artikel linken dat we factchecken. Het eerste dat onze software van ons content management systeem doet, is dat artikel archiveren op archive.is, hoe dat het er op dit moment nu uitziet. Want we hebben dat al gehad, dat we dus een artikel factchecken met allerlei beweringen in die niet kloppen. We schrijven ons artikel erover en dan komen ze een appeal doen via Facebook. Maar wij hebben dat helemaal niet geschreven, dat staat niet in ons artikel. Ja, ze hebben het stiekem aangepast nadat ze gefactcheckt zijn, maar dan zeggen wij, ja, kijk, op 15 augustus om 13:02 zag je artikel er zo uit. Nu heb je nog eens gelogen. Allee, dus op die manier beschermen wij ook ons eigen een beetje. Want ja, wij factchecken dikwijls mensen met een miljoenenpubliek in Amerika die op Fox News dan komen schreeuwen over partijdige factcheckers of op Russia Today over van alles. Allee, dus wij moeten echt kunnen bewijzen van nee, kijk, dit is wat ze geschreven hebben en ze proberen zich eronder uit te muizen. Er waren ook enkele vragen naar de toekomst toe, Maarten. Omdat het is fantastisch wat je voor Amerika doet, maar wat met België? Je bent toch een man hier. En ik denk dat we er hier ook wel zeker nood aan hebben. Zijn er plannen om hier ook iTrendalizer echt specifiek voor Belgische of Nederlandstalige content in te zetten? Zijn die samenwerkingen met Facebook voor Nederlandstalige content er ook? Wij werken enkel voor de Amerikaanse markt, voor Facebook. En voor TikTok zitten we op 4 continenten in een aantal landen, maar ook België zit er niet bij. Dus wij hebben voorlopig geen plannen met Lead Stories om uit te breiden of om in België te beginnen factchecken. Wat niet is, kan nog altijd komen. Maar ja, zoals dat je wel zult begrijpen, hebben we ons handen vol aan Amerika. Het is daar een beetje het WK factchecken, zoal de afgelopen 2 jaar. En die dingen, ik moet zeggen, veel van de geschifte dingen die we nu ook af en toe in Belgische Facebookgroepen zien terugkomen, dat is ook in Amerika begonnen. Al die QAnon en 5G-toestanden en antivax, die grote antivaxers, die zijn al jaren bezig in die... Die filmpjes worden dan slecht vertaald met ondertitels. Plotseling ook verspreid in Belgische en Nederlandse Facebookgroepen. Dus we werken voorlopig nog aan die bron. Maar als er dus Vlaamse factcheckers zijn die interesse hebben om Trendalizer te gebruiken, ze mogen altijd eens bellen.
Ja, je zit dus wel echt vooral met patient zero bezig om te zien. Want merk je dat ook? Want de vraag kwam ook van ja, zijn er internationale uitbreidingsplannen? Merk je dat dat soms ook wel de andere richting opgaat? Dat het in de Amerikaanse markt komt oorspronkelijk van ergens anders? Weinig. Ik moet nu even denken. Ja, soms gebeurt het, maar dat is toch vaak uit een Engelstalige wereld, of als een Engelstalige krant het dan oppikt. Een van de lollige factchecks dat ik de afgelopen jaren heb moeten doen, was ja, de hele Greta Thunberg-hype. Als die dan naar de Verenigde Naties in New York kwam, dan was Greta plots hot in Amerika en dan dook daar plots een verhaal van 8 maanden ervoor uit Zweden, werd dan plotseling opgepikt door de Engelstalige fake news community in Amerika, om het zo te zeggen. Er was in Zweden tijdens de advent een of andere lokale pastoor van de kerk van Zweden, de ex-officiële staatskerk, nu niet meer staatskerk, maar dus die had tijdens de advent een aantal provocatieve stellingen op Twitter gegooid met het idee van we gaan hier rond discussiëren met onze parochianen. En een van die stellingen was: Greta Thunberg is een opvolger van Jezus Christus. Ja, conservatieve Amerikanen in Jezus. Maar ja, de ding was niet lokale dorpspastoor stuurt provocatieve tweet. Nee, het ding was: Kerk van Zweden zegt dat Greta Thunberg de opvolger is van Jezus. Ja, ik heb toen voor de allereerste keer in mijn leven met een aartsbisschop geë-maild om dat te checken van nee, dit is niet het officiële standpunt van de Kerk van Zweden. Maar ja, je ziet hoe dat zo'n... Want dat was in Zweden ook al ophef, reuring en consternatie geweest, maar 8 maanden ervoor. En ja, plotseling hadden al die mannen van Infowars en Your Newswire en zo, die hadden het plotseling ook allemaal ontdekt. En de Washington Times, dus niet de Post, de Times, de iets minder reality-based tegenhangers. Ja, het is, ik kan me voorstellen dat zoveel verschillende bronnen waren dat je weet. Daar gaan we sowieso al een fact-checkje op mogen loslaten. Ik denk, er zijn nog vrij veel vragen gekomen die wel al min of meer beantwoord zijn. Zo vroeg Jan ook nog van, zijn je al verhalen tegenkomen waarvan dat je eerst zeker waard dat ze fake waren, die dan toch waar bleken te zijn. Ik denk dat je dat wel hebt beantwoord, maar als je er toch nog, als je nog voorbeelden hebt... Dat staat ook op onze How We Work pagina van Lead Stories. Wij gaan meestal voor de dingen die niet waar zijn, die we uitzoeken. En als blijkt van, het klopt toch, dan laten we het meestal liggen. Als het waar is en het gaat viraal, dan hebben we er geen probleem mee. Prima, doe zo voort. Ik kan mij van de afgelopen maanden er eigenlijk maar eentje van voor de geest halen dat we toch van dachten. En dat is dan gewoon... voor de petite histoire dat we dat toch gedaan hadden. Want dat was dan een foto van een hert. Het gewei van een ander hert was verstrikt geraakt. En er hing alleen nog het hoofd van de ander hert aan. En we dachten van, ja, dat is Photoshop. Dat kan niet anders. En die foto ging, ik weet niet hoe viraal en zo. En ja, wij dachten, ja, dat is Photoshop. Maar dus hebben we uiteindelijk de Instagram-account van de natuurfotograaf in Japan gevonden die dat daar had genomen. En, oh ja, dat is toch echt. Maar voor de rest schrijven we, als we dan toch ontdekken van, ah ja, dat klopt toch, dan schrijven we er geen artikel over. Ja, zo zie je maar. Hè. Goed, we gaan eens stilletjes aan afronden. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, Maarten. In de Laudatio stond ook dat het eigenlijk allemaal als hobby is begonnen. En ik zag... op jouw Facebookpagina ook dat je vader zei van toch schone prijs voor een hobby. hoe reageert je omgeving daar eigenlijk op? Dat je eerst als gewoon trendmachine het gevonden en dat je dan uiteindelijk wel een internationaal systeem, de strijd, de fact-checking strijd hebt aangegaan? Tja, ik ben even verbaasd als familie en vrienden van...
Ik heb ooit eens het verhaal van Trendalizer zitten vertellen in een presentatie. Ja, van een vriend van mij die dat op zijn werk, die zochten altijd mensen voor een interessant verhaal te vertellen. En dat is al een paar jaar geleden. En dus bij elke stap zei ik, en toen werd het verhaal nog gekker. En dat is ondertussen al 5 jaar geleden of zo. En ondertussen is het verhaal nog vele malen gekker geworden. Dus ja, gezien. Ik wou eigenlijk altijd journalist worden toen ik ben beginnen studeren. Ik heb Germaanse taal en letterkunde gedaan in Antwerpen. Maar ik ben toen in de technologie gerold. Maar nu ben ik ondertussen terug in de journalistiek gerold. Via een hele lange omweg. Maar gezien, ja. Alles komt dan uiteindelijk toch... Talent komt bovendrijven, zeggen ze dan. Als jij het zegt. Maarten, we zijn echt super blij dat je gewoon je schouders daar hebt ondergestoken en dat je ook niet van de intimidatie je laat doen. Dat je mee aan de boeg staat om te beseffen van snelheid is belangrijk en de waarheid moet zo snel mogelijk... naar boven komen. Hè. Dus we zijn je heel dankbaar. We zijn blij om je als laureaat van de Zesde Vijs te hebben. Dus, dankjewel. Ik wil een mooi plaatje krijgen hier in mijn bureau. Ja, en Jozef zegt hier nog bij de volgende fysieke meeting van Skep, krijg je een pint van Jozef. Dus aha. Dat je van iedereen nog wel een pint gaat krijgen. Aha. Als erebelg. En ik denk, ik wil iedereen dus ook bedanken voor de vragen die ze hier hebben gesteld. En ook op de Facebook Live. Ik denk, lees ook zeker de laudatio van de winnaar van de Sceptische Put. We hebben het daar nu niet over gehad, omdat we het vooral over Maarten wouden hebben. Maar niet iedereen heeft zich dit jaar achter de wetenschap geschaard. Op een teleurstellende manier, helaas. En ik denk dat het ook wel de moeite waard is om te lezen waarom dat toch problematisch was. En hierbij wil ik alles mooi afronden. Bedankt, Maarten.